ben nu mijn startnummer aan het halen. Atta heeft hem gisteren al opgehaald. En dan hebben we morgen alleen nog te vertrekken, man. Nou, het begint nu wel een beetje te kriebelen. Ik geloof dat ik langzaam zenuwachtig word, zo waar. Dus zin is een groot woord, maar we gaan het ding doen, man. Ja, vochtige pampjes. Steven, check ik jouw nummer niet. Wat zeker op de foto? Dat moet er zijn. Dat moet er zijn. Ja, op de foto. Ja, ik hou ja. Hem even vast. Hartstikke fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Deze informatie? Ja, heel graag. Ook? Ja, tasje erbij. Ja, graag. En een safe ID. Ja. Oh, jij weet nog wat erin zit. Ja. Alsjeblieft. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dag. Ah, hier kan ik een CVG registreren. Ja, klopt. Als het goed is heb je bij het ophalen van je startnummer een doosje gekregen. En een CVG-tag erin. Een mooi koffertje. Ja, daar is hij. Kijken. Er zit een tag in. Dat klopt. Klopt. Wil je gelijk registreren? Ja, dat is wel makkelijk. Ga ik eerst even uit wat goed werkt of wil je eerst even registreren? Deze running tag. Ja. Als je die op je schoen bevestigt en er overkomt iets. Kan iedereen met zijn eigen mobiele telefoon, die kan die code scannen. Mm-hmm. En dan zien ze gelijk in één oogopslag wie jij bent, wie er gebeld moet worden in geval van nood, eventueel in medische gegevens. Dus je bent altijd veilig onderweg wat dat betreft. Ik ben Patrick van Rundt, ik ben de oprichter van SafeID. Ik ben hier omdat alle deelnemers van de Amsterdam Marathon een SafeID running tag krijgen. Die kunnen ze op hun schoen bevestigen, zoals je hier ziet bij deze schoen. En wat is SafeID? Nou ja, SafeID zijn producten met een QR-code waar alle persoonlijke en medische gegevens achter zitten. Dus wanneer iemand aan het hardlopen is en er overkomt hem iets, dan kan iedereen met zijn eigen mobiele telefoon deze QR-code scannen. En ze zien op hun eigen mobiele telefoon direct wie het is, wie er gebeld moet worden in geval van nood, wat voor medicijnen iemand eventueel gebruikt, of iemand allergieën heeft. Dus zeg maar alle persoonsgebonden en medische gegevens zijn direct beschikbaar om een goede hulpverlening op gang te brengen. En ook het thuisfront direct te informeren dat iemand onwel is geworden of ergens ligt. We hebben diverse producten over andere sporten. We hebben ook QR-codes die op een helm geplakt kunnen worden of op een frame. Op een skihelm, die op snowboards geplakt kunnen worden. We hebben siliconen bandjes met een QR-code erop voor kinderen. Of voor mensen die meerdere sporten bedrijven. Dus dan is het altijd gewoon een polsbandje om hebben. We hebben producten voor de wat hulpbehoevenden. Met stickertjes voor achter op een mobiele telefoon of voor op een rollator. Een creditcardpasje voor in de portefeuille met een QR-code erop. Kortom, producten voor iedereen. We hebben dus producten voor de diverse doelgroepen, voor alledaags gebruik voor iedereen. En eigenlijk al vanaf €2,50 per jaar ben je altijd veilig onderweg. Hey, heel veel succes morgen. Ja, dankjewel. Je gegevens staan erin. Ben je veilig op weg? Neem toch van je zenuwen weg, hoop ik. Ik zet hem op mijn schoen en zet mijn beste beentje voor me. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt. Succes en veel plezier morgen. Geniet ervan.